start is gevallen. Gaat voor twee deelnemers mis achter de auto. Kramer Flevo en Alwin Dalimo. Die beginnen beide met een onoverbrugbare achterstand. En precies zoals aangekondigd door de trainer neemt Koos Zwageman de leiding. En die wil hem afgeven aan Something Fishy. Die ligt op dit moment derde. De enige die nog een beetje daartussen doorloopt is Dasmijn Medo. En ook die wil eigenlijk wel graag die kop hebben. En hem dan afgeven aan Something Fishy. Maar dat gaat niet gebeuren. Want die houdt Thomas Bos zelf. En zo gaan de paarden de rechte lijn overzij in. Koos Zwageman leidt. Daarachter komt toch Dasmijn Medo het even proberen. Maar daar heeft Bos geen zin in. Daarachteraan komt Something Fishy. En nou voelt Bos de buil hangen. Want als hij de kop afgeeft, ligt hij straks geen tweede, maar derde. En dat is precies wat er gaat gebeuren. Paarden gaan op weg naar de linkerbocht. Leiding is daar overgenomen door Dasmijn Medo. Daar komt aan de buitenzijde Something Fishy. Koos Zwageman ligt nu derde. Vierde Emile Labroes, die is voor zijn doen aardig goed begonnen. En daarachter op de vijfde plaats Brixton. En zesde is Cyclone Freo. Zo gaan de paarden de linkerbocht door en Something Fishy moet aardig de tanden op elkaar zetten om de kop te gaan overnemen van Dasmijn Medo. Is al een tijdje onderweg, Robin Bakker, maar het gaat allemaal niet zo makkelijk. En zo komen ze de rechte lijn voor de tribune en nu is hij er eindelijk langs. Maar daar komt aan de buitenzijde ook al Emile Labroes. Daar zal die niet blij mee zijn, die Bakker. En zo komen ze voor de tribune langs. Leiding in handen van Something Fishy. Daar komt die Diesel aan de buitenzijde. Dat is Emile Labroes. Die drukt ook gelijk door. En daarachter aan de relingzijde volgt Dasmijn Medo. Vierde plaats voor Brixton. Dat komt wel eens heel mooi uitpakken voor Brixton. Die hoeft helemaal niks te doen. Vooraan wordt met de krachten gesmeten. Daarachter ligt Koos Zwageman nu vijfde. En zesde aan de buitenkant daarnaast is Cyclone Freo. Zo gaan de paarden de rechterbocht door. Voor Franse begrippen een heel klein veldje. Zes paarden dicht bij elkaar. Dat zien ze in Frankrijk niet zo vaak. En ze gaan de rechte lijn overzijde in. En de druk wordt opgevoerd aan de buitenzijde door Emile Labroes. Emile Labroes aan de buitenzijde zet druk op Something Fishy. Bakker kijkt al een keer over de schouder en ziet daar ook Brixton liggen. En hij voelt de buil een beetje hangen. Want aan de buitenzijde blijft die Emile Labroes maar doordrukken. Inmiddels is hij er een halve lengte voorbij. Driekwart lengte. En vlak voor de bocht gaat hij er helemaal voorbij. Emile Labroes leidt nu op de tweede plaats Something Fishy. Nu moet Brixton het zelf gaan afmaken. Daarachter volgt Dasmijn Medo en de andere twee moeten lossen. En zo gaan ze het Tjarda-bocht voorbij in de pre-Tjarda.nl. En zijn ze halverwege de Tjarda-bocht. En daar neemt Emile Labroes nu afstand van het veld. Emile Labroes pakt twee lengte, pakt drie lengte. Something Fishy kan niet counteren. Krijgt straks de aanval van Brixton en daarachter ligt ook nog Dasmijn Medo. Ook Cyclone Freo probeert nog aan te sluiten. En zo zijn ze in de laatste rechte lijn. Langeweg Junior gaat even aan het werk. Dat doet hij meer voor de vorm dan dat het nodig is. Want het is eigenlijk al min of meer beslist. Het is Emile Labroes die hem heel makkelijk gaat winnen. Emile Labroes de winnaar. Something Fishy toont veel karakter. Houdt die tweede plaats vast. Derde is nog net Brixton aan de buitenzijde. En dat kwam omdat Dasmijn Medo er binnendoor net niet langs kon.